Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en heel veel mensen zullen hier waarschijnlijk heel erg blij mee zijn. Of misschien niet, dat weet ik niet heel erg zeker, maar welkom dames en heren bij City Skylines. Een spel dat ik al heel lang niet meer gespeeld heb, en wat heel veel mensen echt wel graag zouden willen dat ik zou gaan spelen. aangezien ik mijn vorige save game ben kwijtgeraakt, moeten we helemaal opnieuw beginnen. En ik heb iets van een Nederlandse map heb ik gevonden, in die heer Den Drommel. De map die sprak me op zich wel aan en ik heb daarbij heel veel Nederlandse mods gedownload. Dus laten we eens weer beginnen in het eeuwenoude, laten we weer beginnen in City Skylines. En volgens mij moet ik hier nog wat expansion packs voor kopen als ik het me niet helemaal vergis. Maar hier doen we het nu heel eventjes mee. Dus we gaan eventjes kijken wat ons allemaal nog te wachten staat hier in dit stukje. Ik zet even het spul wat zachter. Zoals jullie zien, we moeten helemaal opnieuw beginnen en dat wisten wij min of meer natuurlijk. En hier zit de highway, oftewel de snelweg. En ja, hier moeten wij natuurlijk iets moois van gaan maken. Hier moeten wij natuurlijk gaan bouwen en dat soort dingetjes. En waarschijnlijk, ik vraag me af of wij trouwens de... Even kijken, de tutorials uit kunnen zetten. Kan het in het Nederlands? Nee, dat kan niet. Die wil ik dus uit hebben inderdaad, dank u wel. Zo, dan krijgen we geen in-game pop-ups, krijgen we meer. Dit is dus de snelweg waar hij dus eindigt, zeg maar. En dan vraag ik af of we überhaupt iets kunnen gaan bouwen. Volgens mij nog niet, maar dat komt vanzelf wel. Eens eventjes kijken. Wat is dit? We kunnen voor mij alleen maar zo'n tweeleens ding kunnen wij doen. Dan gaan we even met een bochtje, want ik wil het graag een spul zo weg mogelijk hebben. Even hier naartoe. Zo. Nou, boom. We hebben een weg. En dan wil ik natuurlijk hier ook een weg hebben. Zo. Dat eventjes netjes gelijk aan elkaar lopen. Hartstikke mooi. Staat er nog meteen een straatnaam op? Oké, er staat meteen een straatnaam op. Dat is wel leuk. Even kijken wat we gaan doen. Want de beste kun je vaak een rotonde plaatsen. En dat doen we zo. En hoe het wel even te verzorgen, wat heb ik niet goed over nagedacht, dat deze weg. Eens even kijken, hoe gaan we dat doen? Ik denk dat we gewoon even daar de rotonde voor gaan. Oh ja, kijk, is het een Nederlandse trein? Voor mij was dat de 6400. Ik heb in ieder geval ook Nederlandse trein ingezet voor de zekerheid. Dus dat maakt het op zich hartstikke leuk. De boot volgens mij niet, maar de wegen, of de dingen wel. Goed, hoe kan ik dit doen? Zo. Nou, dat is eventjes om het verkeer heen en weer te krijgen over de autobaan natuurlijk. En dan is het de bedoeling dat wij als allereerst gaan beginnen met het maken van woonwijken. Nou, nu zit je hier dus aan de kant van de... hoe heet dat? De kant van de snelweg. Dus dat wil je natuurlijk liever niet. En vaak is het misschien... Ja, het is vaak wel handig om met grote wegen te beginnen, maar... Ja, we zitten hier nu toch nog vrij klein eigenlijk. Dus misschien dat we nog wel eventjes deze kant op moeten gaan. Oh, ik doe het verkeerd. Ik moet natuurlijk een rechte lijn hebben. Zo. Ik zeg dat ik een rechte lijn moet hebben, vriend. Dit. Rechte lijn. Zo. Nou. Ik wil hem recht vooruit hebben. Tot aan hier. Goed, we moeten eventjes kijken, want... waar gaan we de allereerste woonwijk plaatsen? We willen natuurlijk wel zo dicht mogelijk in de buurt hebben. Dus. We gaan eventjes hier wat straat maken. Niet al te ver natuurlijk, want anders krijg je natuurlijk. Nee, dat klopt niet. Dit wel zo. Zo. Als het eentje ernaast zit, dan zit het ongeveer goed. Maar zo zien de straten in Nederland, tenminste bij mij in de buurt, ook wel uit. En dan. Deze eigenlijk gaat één stukje verder moeten. Maar dat kan wel. En dan doen we gewoon... Zo. Hoppatee. En dan kunnen wij natuurlijk zeggen... Tenminste, als je ooit auto's komen of iets dergelijks. Ik hoop van wel. Dat we hier natuurlijk huizen moeten hebben. Dus, daar gaan we als allereerst even aanwijzen. Ik dacht dat ik die dingen had uitgezet, maar goed. Huizen willen natuurlijk zoveel mogelijk in rustige stukjes hebben. Dus hier plaatsen wij even dan de huizen. Niet tot zover natuurlijk. Even kijken. Zo.
Zo, dit is het stukje voor residential. En dan komen hier natuurlijk winkels. Zo, die mogen dan hier. Nou, kijk, en je ziet al, er wordt al een beetje gebouwd. Maar, dan moet het natuurlijk niet zo super snel zijn. We zitten even op pauze namelijk. Want we moeten natuurlijk ook ervoor zorgen dat wij hier netjes elektra en dergelijke binnenkrijgen. Nou, en elektra, dat krijg je natuurlijk door windmolens. Nou, in Nederland zijn we natuurlijk hartstikke schoon en zo. Dus dan wil je natuurlijk freaking windmills all over the place hebben. Dus, eens even kijken. Want ik heb een hekel aan de schroeven, moet hoesten, echt waar. Dat maakt voor jullie lastig en dat is voor mij lastig. Zo, hoe zou ik het neerzetten eigenlijk? Nou, ik denk dat we met twee voorlopig wel even uitkomen. En dat is de bedoeling dat wij dit hier natuurlijk netjes gaan aansluiten. Zet ik even hier neer. Zou dat kunnen? Ik denk het toch wel, of niet? Als we de boel nog een stukje... net niet. Jawel, aangesloten. Mooi, ze zijn aangesloten. Oké, top. Nu ik dat weet dat ze aangesloten zijn, moeten we er even voor zorgen dat we natuurlijk ook water daar krijgen. Want anders kun je wel huizen hebben, maar je moet ook natuurlijk water hebben. Nou, water dat doe je via hier natuurlijk. En het is de bedoeling dat je een waterbron hebt. Nou, dat is vaak het meer. En het water gaat dus die kant op. Dit zijn de waterpompen. Hier gaat al het, gaan de drains naartoe, dus dat is het smerige water. De pomp moet altijd schoon zijn in ieder geval. Dus de pompen moet je sowieso voor de rest zetten. Ja, mijn stem wordt een beetje hees, dames en heren, sorry. En de pijpen die eraan connect, die moeten natuurlijk naar de stad heen gaan. Dat lijkt me wel vrij duidelijk. Zo. En ervoor zorgen dat alles netjes hier gevuld en wel is. Zo. Zo, nu hebben we ook water erbij, dus kunnen we nu verder gaan. En we houden natuurlijk allemaal van groene energie. Ik heb hier ook wat Nederlandse huizen ingezet, maar ja, ik weet zo niet wanneer die er gaan komen. Oh ja, wacht. Oh. We hebben natuurlijk ook drains nodig en die dingen hebben ook elektriciteit nodig. Dus wat we gaan doen, we gaan eventjes elektriciteit daarin gooien zo. En nou moeten de pijpen er nog voor zorgen dat wij de boel kunnen, ja, echt kunnen dumpen min of meer. Dus dat doen wij hier. En even kijken, de pijpenleiding, die kan ik gewoon als het goed is. Zo. Goed. En dan zetten we dat dingetje weer op start. En als het goed is, moet dat nu allemaal weggaan. Bingo. Hartstikke mooi. Nou, wat op avond. Dus wat allemaal hartstikke mooi natuurlijk. Wel het vreemde is dat ik hier ook Nederlandse huizen in heb gezet. Dus nou ja, ik weet dan niet waar die gebleven zijn. Maar het is misschien ook handig om even ervoor te zorgen dat hier iets van dingen komt. Industrie. Alleen industrie moet je er natuurlijk niet bij de woonwijken neerzetten. Industrie moet je eigenlijk aan de andere kant bewaren. Dus daarvoor splitsen we deze weg eventjes af, denk ik. Om ervoor te zorgen dat wij hier vervolgens allerlei bedrijven neer kunnen zetten natuurlijk. Oh, dat klopt niet. Dit ook nog niet helemaal. Ik wil natuurlijk optimaal zorgen dat alles natuurlijk netjes daar komt te staan. Zo. En die dan daar naartoe. Kijk, dan kunnen we hier ervoor zorgen dat er natuurlijk iets van banen komen. Want ja, banen zijn natuurlijk belangrijk voor de economie. Dus dit is een industrial zone. Hier maken we gewoon een industriële zone van. Zo. Laten we even hiermee beginnen. En natuurlijk moet er ook voor gezorgd worden dat de elektra naartoe gaat. Dus dat doen we gewoon. Zo, denk ik. Nou. Eens kijken of hier wat wordt gebouwd in die richting. Nou, heel toevallig beginnen we al daar. Dat is mooi. Dus laat het geld maar groeien, zou ik zeggen. En ik hoop dat daardoor ook heel erg veel... Kijk, zie je, dit zakt u hier onderin. Dat is ook helemaal de bedoeling. Foei zeg.
Oh ja, natuurlijk moeten we er ook voor zorgen dat hun moeten natuurlijk ook gewoon water hebben. Dus hier brengen we ook een paar extra pijpen aan. Zo. Zo. En zo. Zo. Als het goed is, worden hun aangesloten op de pijpleiding zometeen. En kunnen wij doorgaan. Mooi. Bij deze. En dan zie je ook dat het weekly income daardoor naar beneden heen gaat. Dat komt omdat wij gewoon nu ruimte maken voor de... ja, voor alles eigenlijk. Dus, dan ben ik even aan het kijken. Want waarschijnlijk is het nog wel handig dat wij hieronder wat extra wegen maken. Nee, niet zo groot. Gewoon een kleine, alsjeblieft. Dan krijgen we nu al een achievement erbij, ja. Nice. Ook al vrij snel gedaan. Distance too short, distance too far. Hoe, nou ja, hoe dat precies zit weet ik ook niet, maar ik vind het wel vrij bijzonder. Is dit nou aangesloten aan elkaar of juist niet? Nee, dit is niet aan elkaar aangesloten. Is dit... moeten we het toch voor elkaar kan krijgen. Zo. Zo, nu zijn ze netjes aan elkaar gesloten. Vreemd wat ik ooit heb gezien, maar goed. Dan plakken we dit natuurlijk ook nog eventjes vol voor de rest. En dit kleuren we ook even netjes in. Zo. En om mensen natuurlijk een beetje vrolijk te houden, moeten we er wel voor zorgen dat er parken in de buurt komen. dus eventjes kijken waar we die het beste neer kunnen zetten. Nou, we hebben een Little Hamlet hebben wij nu bereikt. Dat is een, hoe heet dat? Dat is een nieuwe stad eigenlijk. Of een beter niveau qua stad. En daardoor zijn de elementary schools erbij gekomen en de medical clinics. En medical clinics zijn natuurlijk nodig, want dat is heel belangrijk. nou, die luisteren nog even op zoek naar werkers. Die komen vanzelf wel. Tenminste, dat denk ik dat die wel komen. Als het goed is wel in ieder geval, die komen vanzelf. En eens even kijken, dan is residential staat hier nog bovenaan. Maar ze hebben hier nog stadplek om te kunnen bouwen voor nu. Zit ik eventjes te kijken wat we nu kunnen doen. Waarschijnlijk is het beste nu om even ook de weg aan de andere kant op te laten bouwen. en dat wij ook hier wat parken neer gaan zetten. Maar volgens mij hebben wij nog niet echt parken, of wel soms. Nee, dat is allemaal gesloten. Parken en plaatsen heb je pas als je een hogere populariteit hebt. Dus, nou, er wordt hier nog wel een beetje werk gezocht, maar dat wordt nogmaals vanzelf gevuld. Nou, ga ik even heel gemeen doen, want dan wordt de winkel namelijk gesloopt. Sorry jongens. Ik ben al een beetje meneer sloop graag, maar dat weten jullie wel. Maar we wonen hier net, pech. En dan sluit ik die wegen even netjes aan elkaar aan. Kunnen de mensen lekker rondrijden zo. En het is ook wel mooi als ik dit aansluit natuurlijk. Toch? Zo, kijk aan. Nou, natuurlijk is het makkelijkste om het residential gedeelte vooral hier neer te pleuren. Dan kunnen ze lekker verbouwen. En de winkels, die geef ik dit stukje. Dit stukje. Dat is dan voor de winkels. Kunnen ze daar lekker bouwen. Eens even kijken. Hier bovenin kunnen we als het goed is kijken naar de water availability. Nou, dat is dan heel goed momenteel. Dus het is de bedoeling dat we zometeen in ieder geval een brandweerkazerne er neerzetten. Of een clinic. Want anders kunnen we namelijk niet de zieken verzorgen. Dus we plaatsen hier eventjes netjes een ziekenclinic. Zo, daar zijn de mensen ook wel blij van. En even kijken, garbage moeten we natuurlijk ook verplaatsen. En dat kun je het beste zo ver mogelijk van de woonwijken afdoen. Dus daarvoor bouwen wij gewoon een weg. Hier naartoe. En dan zorgen we ervoor dat de garbage natuurlijk gewoon zo ver mogelijk hier vanaf is. En het dekt het hele stukje, dus dat is op zich wel mooi. Zo, nu we dat ook weer alvast. We hebben de medical clinic, we hebben deze hebben we. Nou, als het goed is kunnen we nu gewoon eventjes de boel vooruit laten gaan. En laten ze maar gewoon eventjes bouwen. En we zien vanzelf wanneer ze weer iets nodig hebben qua elektriciteit, windmolens of wat dan ook. Want er wordt netjes
Wireless networks are available. Heel erg belangrijk. Nou, je ziet, we hebben een windmolen nodig, want we krijgen een elektriciteit tekort. Dus, wij hebben hier een windmolen. Klopt. En we have a new windmill. Momenteel gaat de groei ook ietsje te snel. Ook voor de elektra. Dus we moeten wel een beetje oppassen. We moeten nou niet al te veel bij gaan bouwen, anders... krijgen we natuurlijk veel te veel verbruik en minder stroom binnen. En dat moeten we niet hebben. Dus ja, ik heb ook besloten om dit stadje gewoon maar Hengelo te noemen, denk ik. Omdat het toch wel een van de leukste namen is, vind ik. Oh, ik moet eventjes weer een pijpleiding neerleggen. Zo. We zijn nu een Worthly Village. We krijgen een nieuwe expansion, of een nieuwe uitbreiding krijgen we erbij. Een district policies krijgen we erbij. Een tweede lening. Fire department, police department. goeiedag. En ook niet te vergeten een stukje farming. En dit zijn dus de police stations. En medium police station. Ik heb, zoals ik al zei, ik heb ook Nederlands extensions erbij gedaan. Vind ik leuk. Dus zodoende. En ik plaats nog even een windmolen erbij, gezien wij natuurlijk een beetje tekort komen aan stroom momenteel. We kunnen beter te veel stroom hebben dan te weinig. Zo, nou, het stroomtekort is ook even opgelost volgens mij nu. Ja, die staat nu in groen. Dus nu is het even vooral de bedoeling dat dit eventjes gaat groeien. En ja, dat wij gewoon vooral meer inkomen krijgen, dat is nu heel belangrijk. Plek voor dingen is er nog voor winkels. Alleen een plek voor woningen moet er wel zijn. En zoals ik nou... Man, daar slaat mijn stem vaak over. Daar heb ik echt wel last van. Foei. En plek voor bedrijven zijn er op zich hier ook nog wel. Maar die wil je natuurlijk liefst zo ver mogelijk achteraan hebben. Nou, het is gelukkig nog niet zo druk. Maar ja, dit is dus een hele kleine, ja, alvast een hele kleine opbouw van Hengelo. Dus ik ga het Hengelo noemen, dit stukje. Het is ook het eerste stadje, normaal gesproken zou het Enschede geheten, maar het is nu Hengelo. Alleen moeten we wel voor zorgen dat alles natuurlijk blijft groeien. Dat is het voornamelijk belangrijkste. Eens even zien. We gaan even een windmolen bij plaatsen. Hoe meer elektriciteit, hoe meer blijdschap. En dan kan ik ook vast even ervoor zorgen dat er een stukje meer bewoonde wereld erbij kan worden gezet. Dat doen we wel even door een markering te doen. Zo. Oh. Fijn. Dat is het laatste wat ik wil hebben. Zo. Hoppatee. Mogen ze hier even weer extra huizen neer gaan zetten. En hier ook. Zo. Zullen ze hartstikke blij mee zijn, denk ik. En dan denk ik dat we langzamerhand verder ook deze kant op gaan uitbreiden. Want natuurlijk de boel gaat groeien en dergelijke. Oh ja, criminaliteit natuurlijk ook nog, hè. Daarmee moeten wij natuurlijk voor zorgen dat wij een politiestation hebben. En waar gaan we die neerzetten? Natuurlijk het liefst in de woonwijk, maar... kost ook precies gewoon $14.000, hè? Nou, schijnbaar is hier erg veel criminaliteit, dus nou ja... scherp maar zo een beetje af, denk ik. Nou, je ziet ook hier komt vooral heel veel smog. Ja, dat zul je altijd houden, denk ik. Zo, criminaliteit wordt ook... Oh nee, hè, een brand. Ja, dat kost ook 10.000. Ik heb helaas geen 10.000. Toch wel. Maak een fire station, jongens. Zo. Doe je best en blus alsjeblieft die brand of zo. En als het goed is, moet je zometeen natuurlijk wel een brandweer afkomen. Even kijken, waar heb ik dat ding eigenlijk neergezet? Nou, het is al tegen de vlakte aangeraden. Dus voor mij heeft het niet echt heel veel zin meer.
Burn down, helaas. Nou, dat zorgt er niet voor dat het zo snel mogelijk is verdwenen. En gezien ze nu echt heel erg veel dingen willen hebben, uitbreidingen van residential, zal ik eerst ervoor zorgen dat dit wordt omgeleid daar naartoe. Zodat we deze hier kunnen slopen. En dan breiden we de weg verder hier naar uit. Zo. En dan. Zo, denk ik. Nee. Kan ook wel echt. Zo. Dat is ook de bedoeling dat we iets verder gaan uitbreiden nu. Dus is het te ver. Dit is precies goed. En zo. Expansion is coming, ladies and gentlemen. Be very patient, please. Zo. Nou, pleur er maar wat residential bij dan. Even kijken. Dat doen we met dat verfblikje. Laten we maar eens even hier gaan bouwen. Want dan hoop ik dat we nog een beetje in de buurt komen van de elektra en dergelijke, want dat is heel erg belangrijk. Kijk eens aan. Nou, hoe meer mensen natuurlijk daar binnenkomen, hoe meer mensen ook naar de fabriek heen gaan. Want dat is belangrijk, want die moeten natuurlijk werk hebben. En van werk krijg je inkomen. Dus dat moet je helemaal hebben. Ik denk ook dat ik dit trouwens ga veranderen. Die gaat weg. En dit wordt woonwijk. Er moet echt veel meer mensen komen namelijk. En natuurlijk veel meer windmills. Zo, laten we niet meteen bij het geld gaan gooien. Green energy, an excellent choice. Hashtag green energy. Precies. Is ook een heel goede keuze. Ik zou ook even waarschijnlijk meerdere wegen moeten maken naar de... naar dit stukje. Zodat ze het spul wat makkelijker kunnen vinden. Zo. En ik denk dat ik hier ook wel een heel mooie weg kan maken. Zo. Dan zorgen we er eventjes voor dat er wat meer lui hier gaan wonen. Al durf ik niet met zekerheid te zeggen hoeveel mensen in godsnaam in de buurt willen wonen van, ja. Oh ja, natuurlijk, de waterleidingen ben ik vergeten. Eens even kijken, wat wordt hier gecoverd? Niet heel erg veel. Dus doen we even zo. Zo. Verdorie, serieus. En zo, sluiten we netjes aan. Hoe staat het met ons watertoevoer? Nog steeds prima. En Elektra doet het nog goed. Oké. Okay. Zo, beter. Nou, je ziet, we groeien langzaam. Dat is altijd goed, want dan krijgen we meer inkomen van. Goed, ik denk dat ik het hier even bij hou, dames en heren. Dit was even een korte wederintroductie van City Skylines. Uiteraard gaan we de volgende keer verder. Ik hoop uiteraard dat je de episode leuk vond. Zowel doe even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je graag zien dat ik iets bouw of zoiets dergelijks? Laat het dan achter in de comments, dan kan ik dat voor de volgende keer gebruiken. Dus dames en heren, alvast heel erg bedankt voor het kijken. En uiteraard, tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.